hier is de reportagedienst van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland. Dames en heren, op het ogenblik staan we af te wachten tot we berichten uit de stad krijgen om iets interessants op te nemen. In de tussentijd zullen we u even wat laten horen over een tak van de KP hier. Dat is namelijk de afdeling gevechtswagens. Ik geloof tenminste dat het gevechtswagens heet, is het niet? Vertel er eens wat meer van. Panzerwagens. Ja. Goed, het zijn gewone bestelwagens. Ja. Heel eenvoudig, licht materieel. Maar enkele monteurs van Rotterdam waren Nederlanders. Hebben zware plaatijzers van die moffen achterover kunnen drukken. Ja, hoe dik is de pansering? Ja. Dat is ongeveer 3 mm. Oh, 3 mm. Dus het kan wel een touwtje hebben zo. Hoeveel van die wagens zijn er? Er zijn er twee. Er zijn er twee, oh. Twee van gelijk constructie? Tenminste, de pansering is precies hetzelfde. De ene is iets groter dan de andere. En vertelt u eens, wat heeft u al zo met die wagens gedaan? Heeft u er nog mee gewerkt? Ja, we hebben op de Beukelsweg nog een kleine ruziepartij hebben gehad met de heren. Oh. Het was vlak nadat we hierheen naar het hoofdkwartier op moesten komen. Ons conciliatieadres was op de Beukelsweg. Ja. En we stonden de wagens nog te laden. Toen kwamen er twee, eerst eentje, tenminste één Duitse wagen kwam er aan. En die opende het vuur op ons. Nou, we hadden een stelletje oude mariniers hadden we achter de brand staan, dus de muziek was gauw afgelopen. Ja, ja, dus dat hij zakte eerst door zijn wielen en toen door het chassis heen. Oh. En na een paar korte stoten kwamen de heren die nog lopen konden, kwamen met de handen omhoog, kwamen de wagen uit. Ja, en zijn er bij de KP nog gewonden gevallen? Toen? Wij hebben toen zelf één gewonde gehad. Charles is gewond, die heeft een schot door zijn linkerbeen gehad. En geen doden? Geen doden, nee, onze kant niet. En vertel eens wat van de bewapening. Ik zie daar een moorddadig wapen uit het dak uitsteken. Wat is dat voor een ding? Dat zijn de Bren machinegeweer. Oh, dat is een machinegeweer, ja. En verder was u bewapend zeker met stents? Met stents en met automatische karabijnen. Ja, ja. De wagens zien er prachtig uit, dames en heren. Tenminste, ze hebben er prachtig uit gezien, want deze die ik hier zie, daar zitten de nodige kogelgaten in. Je kan zien dat die behoorlijk in het gevecht geweest is. En dat zijn het vergaten. Wat voor projectielen zijn dat geweest? Ja, ik denk we hebben een buitgemaakte en automatische karabijn van een Spaans model. Ik denk dat het daarvan is geweest. En dan hebben ze natuurlijk met hun revolvers hebben ze nog opgeschoten.